Hallo dames en heren, mijn naam is Vincent en je kijkt naar Biotown en ook naar Slender the Arrival. Een game die ik ga spelen. We zien het na het intro. Oké, Slender the Arrival. Ik heb dit spel nog nooit gespeeld en ik ben heel benieuwd wat dit spel te bieden heeft. Start game. Oh, ik ben benieuwd. Ik ga gewoon relax zitten, ik weet het gewoon. Je moet gewoon relax zijn. Island Studios, Brody Presents. Ik sta hier in een bos, natuurlijk. Zo kennen we Slender ook. En het ziet er goed uit. Ik bedoel, de graphics zien er al redelijk uit. En ik denk dat ik ben gecrashed. Of ik kon niet verder wegens deze stomme boom. Nou ja, dan moeten ze maar niet zoveel kappen in het bos. Want dat hoort niet, hè. In een bos hoor je niet te kappen. En ik denk dat shift is rennen, dat klopt. En we kunnen niet springen. Wat is dit, jongens? Een spel wat niet kan springen. En ik film dus alles met een heel goedkoop cameraatje. En Slender kennen we allemaal. Slender begon als een hele makkelijke indie game. Maar oh zo verschrikkelijk eng. Want je wist gewoon wanneer Slenderman achter je zat. Je voelde hem altijd hijgen in je nek, weet je wel. En bij deze game is het juist weer een remake. En waarom wordt het ineens donkerder? Dat liever gewoon niet. Het ziet er echt heel mooi uit dit. Een muur staat daar. Oké, we gaan maar even doorlopen. Het wordt naar mijn gevoel echt donker, joh. Volgens mij wel. We zijn al bijna 2 minuten bezig aan het opnemen. Wat is die rare muur, joh. Oh jee. Heb ik een zaklamp? Heb ik geen zaklamp? You don't have a flashlight. Ja, kom op. Je gaat toch niet het bos in zonder zaklamp, jongens. Dit vind ik al gelijk een beetje minder worden, dit. Wel mooie plantjes, zeg maar. Geen één stukje onkruid ertussen. Dat is zeker mooi. Zeikert. Mensen zeggen zeikert. En deze mooie auto. Wat is er met deze mooie auto aan de hand? Ik zie... Wie zit er achter het stuur? Niemand. Gewoon een doodzaai auto, random hier op de weg. En het lijkt net de duinen daar. Nou, er gebeurt nog vrij weinig gelukkig, tussen haakjes. Het wordt echt wel donker, lijkt het net. En ik heb wel die flashlight nodig, denk ik. Dat denk ik wel. Ik zie daar een huisje. Daar is natuurlijk heel die muur van. Zo, dat is ook een groot gedeelte. Oh, het wordt nou echt heel erg scary donker. I not like, me not like, me not like. Oké. Hebben we echt geen flashlight, jongens? Oh, dear. Oh, dear. Wat staat hier? For sale, te koop. Hij is verkocht. Aan wie? Please contact Kate. Wie the fuck is Kate? Oh, dear. Moeten we hier naar binnen? Nou ja, de brand ligt, dus dat is de enige oplossing. En dit ziet er heel leuk uit. Een leuk huisje. Vind je niet? Bomi liep me al schrikken. Ik dacht dat er van bewoog. Oh jee. Hallo? Hallo? De deur staat wel op een kier daar, jongens. Oh, damn, het is echt donker aan het worden. Oh, wat leuke poppetjes. Wat een leuk behang. Is dat anno 2014 of zo? Kan deze deur open? Nee, die... Ja. Zo. Ik heb moeite met... Kom op. Waarom gaat dit zo moeite? Damn, volgens mij was dit geen Samsung televisie. Een afstandsbediende phone line appears to be dead.
Oké, natuurlijk, dat zou je altijd zien. Altijd in horror verhalen. En schaken werd hier. Hij kan goed spelen. Even kijken of hij ook kan spelen terwijl hij van de piano afgaat. Wow, knap jongen. Hij kan gewoon spelen van deze afstand. Dat is gewoon knap. Oké. Open. Zo, wat gaat dit moeiteloos open joh. Kom op. Ja. Zo. Een telefoon. Oké, die doet het niet. Wat een lelijke mobiel. Dit is echt zo'n telefoon die je hebt in de jaren 90, weet je wel. Zo'n hele grote mobiele telefoon. Of jaren 2000 zelfs nog, volgens mij. Ik heb ook wel zo'n grote mobiel gehad hoor. Oké, kunnen we hier naar buiten? Waarom gaat het zo moeilijk open, jongens? Ik ben heel die muis aan het scrollen. Kom op. Oké, gaat hij verder open. Maar ik zoek helemaal niks daar, dus ik ga er lekker niet naartoe. Oh, dat vind ik mooi. Een poster. Wat een lelijke vrouw. Wauw. Die vrouw zou ik niet willen tegenkomen in het donker. Dat gaat zo wel gebeuren, denk ik. Kom op. Jongens. Oké, dit is het diner tafeltje waar ze allemaal zitten te eten. Wat is daar? Even kijken. Oh, hier ga je de trap omhoog. Ik ga dus mooi in die trap nog niet omhoog. Ik wil eerst even kijken wat hier is. Een klok. Een hele ouderwetse klok. Wat zit hier zo? De badkamer. Met een spiegel die niet reflecteert. Altijd heel handig. Want dan kan je ook niet schrikken in de ochtend. En een... Yeah! Flashlight! Yes, we hebben hem. Kijk, nu kunnen we tenminste wat zien. En nu kunnen we ook naar buiten dadelijk. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Oké, het lokt. Ik denk dat we naar boven moeten. En waarom is de muziek opgehouden met spelen? Moet ik maar weer gaan piano spelen? Ik ben gewoon verplicht om nu die piano aan te raken, jongens. Prachtig. That sounds familiar. Nou, ik kom me helemaal niet bekend voor. Dat speelde hij net ook, zeg maar. Ik kom me bekend voor. Nou, ik ken het niet. Nou, dan gaan we maar naar boven, vooruit. Links en rechts. Waarom is dit zo stil? En waarom is Katie nergens? Ik bedoel, Katie heeft gewoon het huis verlaten. Wie woont hier? Niemand weet het. Oh, ik vertrouw het niet. Je hoort zo'n hele lichte bas. Wat is hier? Oh, ik krijg die deur weer. Hallo? Kom op, open! Ja! Badkuip. Hallo! Ik kan ook niet springen in de game. Dat vind ik zo jammer. Oké. Hier zijn dus hele vreselijke dingen gebeurd op dit bed. Daar gaan we het niet over hebben. Oké, links of... Oh, what the fuck. Oh, doe normaal. Doe normaal. Wie... Oh, kippenvel gelijk al, hè. Oh, dit vind ik echt creepy, jongens. Oh, ik heb surround setting heb ik ingesteld. Dat is niet goed. Gelijk tranen. Nou, een beetje vochtige ogen gelijk, jongens. Oh, dat vond ik echt niet cool. Sleutels. Moet ik daarheen? Moet ik daarheen, jongens? Hallo? Oh. Unlock the door. Oké, ik moet hem proberen te openen. Hallo? Waarom gaat die muziek zo raar? Er is niks, ik open de deur. Oh, shit. What the fuck? Wie woont hier? Wie woont hier? Een of andere psychopaat? Een brief. Oh, een page. Dat is natuurlijk een van de standard pages. Hallo? Oh, wat? Ik heb een slender page gepakt. En dat betekent dat we gewoon gaan rennen, 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 rennen. Naar buiten gaan we rennen. Zo, er is niks aan de hand, jongens. Er is helemaal niks aan de hand. Het is een prachtig huis. Kunnen wij gewoon verder gaan?
Wat is dit? Wat is dit? Missing? Wie is dat? Oh, wat een lelijk kind. Dit is added to your scrapbook. Oké. Kind is dus vermist. Een poort. Daar kunnen we misschien heen. Ik denk dat we hier... Oh! Yes! Dat ging goed. Oakside Park Rules. Nou, dat willen we niet eens... Waarom staat er nou weer Blue Island Presents? Staat het al heel de tijd al in beeld. Okay, een hek staat open hier, dus ik denk dat we hier naartoe moeten. Ik heb gelukkig Slender nog niet gezien. En die komen we ook hopelijk niet tegen. In dit verdwaalde bos. We kunnen hier naar beneden toe. Wordt een keiharde jump. Au. En hier, dit is een garage of zo. Met mooie barrels. En wat zien we nog meer? Een soort van opslag lijkt het op. En het is echt, gewoon echt zo verschrikkelijk donker. Dat je gewoon je schoonmoeder niet eens ziet staan meer. Zo donker. Nou, dat is echt bizar. Of dat je het kunstgebied van je oma niet eens ziet. Wat net glinstert door de opvang van een lantaarnpaal. En wat ligt daar? Het is een boot. Is het een boot? Het is een vliegtuig. Nee, dat is het niet. Het is Mega Mindy. Wat is dit nou weer? Echt, jongen. Hé, een brief. 1 van de 8 peetjes collected. Oh. Wat? Wat hoor ik? Oh, jongens, is dit echt een Slender game? Dat we 8 pagina's moeten vangen hier? Zonder dat meneer Slenderman ons niet ziet. Oké, daar ben ik helemaal niet blij mee. En ik zie hier een leuk huisje. Of hoe noem je zo'n ding? Het is kapot. Oh, wat de fuck hoor ik, jongens? Wat hoor ik? Waarom bewegen die takken? Het leeft ook als de wind. Ik dacht al, we hebben echt een levende boom. Ja, bomen leven wel, maar dan creepy leven, weet je wel. Van, oh, kijk maar eens met mijn tentakels. Met mijn boomtakken. Hé, een auto. Maar we hebben al 2 van de 8 pagina's. Dat gaat heel goed. Hallo, meneer de auto. U weet vast en zeker meer over de Slender Pages. Ik heb de pagina's nodig. What the fuck? Oké, rennen, niks aan de hand. Niks aan de hand. Met zo'n instelling komt het helemaal goed. Niks aan de hand. Dat is het motto van ons, jongens. Ik zie een lichtje in de verte. Oh, mijn hart voelt nou al niet goed, jongens. Ik zie een auto weer met 1 koplamp aan. Hallo, meneer de koplamp. Oh, fuck. Oké, dit is niet cool. Dit is niet cool. Weg. Weg. Gekraak, weg. Waar sta je, Slenderman? Ik zie je niet. Ik zie je niet. Oké, jongens, ik heb Outlast gespeeld. Dat was een hele creepy game. Maar dit slaat echt helemaal weer ergens op. Oh, fuck, ik zie hem niet. Ik loop in hoog gras, jongens. Ik loop maar gewoon met shift. Ik hoop dat we oneindig rennen hebben. Dat doe ik heel graag rennen. Oh, shit, daar staat hij. Hij wil me. Hij wil me. Hij vindt me aantrekkelijk. Jongens, wil je weten hoe dit afloopt? Kijk de volgende keer naar de volgende aflevering van Slender the Arrival. En dan ga je zien of ik die 8 peetjes ga halen. Het zou ook heel tof zijn als jullie even mijn gamekanaal willen checken en mijn vlogkanaal. Onder in de beschrijving zie je een linkje. Bedankt nogmaals voor het kijken. En tot de volgende Banjo Town video. Doei doei! Banjo!